Mins wordt achtergelaten omdat Kra Andersen daar een versnelling heeft geplaatst. Dus gaan we die kopgroep toch uit elkaar ranselen. Mins wordt achtergelaten, Bol wordt achtergelaten. Ik denk dat ook Impie het te zwaar krijgt. Ja. Het is Zimmerman die nog mee is. Uiteraard een van de betere. Ja, en die Hinsgoal, die Jacob Hinsgoal. Goeie coureur. Goh, Andersen. Ja. Hinsgoal en Zimmerman. Dat is geven, ze. Dat is geven. De beer is los. Oef. 500 meter van de top. Hinsgoal in het wiel. Zimmerman op een grotere versnelling proberen mee te zijn. En hij heeft dorst. Even aan de toog passeren. Ze zijn nu nog met tweeën, hè? Ja. Hinsgoal moet er nu ook af. Die heeft zich opgeblazen in een poging om Kra Andersen te volgen. En Kra Andersen die er nog een extra verflaagje op legt. De borstel nog eens boven haalt. En ook Zimmerman die is blij dat ze hier boven zijn, hoor. Maar het is nog ver, hè? 52 kilometer. Kra Andersen en Zimmerman horen de bel. Zij beginnen aan die laatste grote ronde van 37 kilometer. Met nog een keer de Côte d'Aref, de Côte de Chérave en uiteraard de aankomst op de muur van Huy. Hierboven loopt de chrono mee. En dan komt er een versnelling vanuit Astanahoek. Met de reactie van Valter. Dit is toch wel een versnelling. En het is een versnelling van Battistella. Samuele Battistella. Met Valter. De reactie is er. Ook van Bauke Mollema. Dat is Bauke, hè? Ja. En Healy die mee is, denk ik. In een poging om hier een tweede groepje te maken. Van Wilder die ook reageert. En Quinten Hermans. Hermans die hersteld is. Niet kon starten in de Amstel Gold Race. Uitzieken om hier toch een behoorlijk goede indruk te maken. We hebben een tijdsverschil. Niet onmiddellijk, we hebben de chrono hier niet ingedrukt. Maar we gaan wat straks wel krijgen. Een lang gerokken peloton of lang gerekt peloton. Dat is vervaak, hè. Met z'n tweeën nu. Vervaken en Battistella. Een tweede duo dat zich vormt achter Zimmerman en Kra Andersen. Ja, toch benieuwd zijn als dat alleen van de mannen van Pogacar moet komen. Mm-hmm. Ja. Ja, geloof me niet. Ja, maar goed. Met twee, hoe ver rij je weg? Ze zijn met z'n vieren. Ja. Er zit er nog eentje van achter zelfs. Komt er nog eentje bij. Ze zijn met z'n vijven. Ze komen erbij. Dus we hebben vier leiders en een peloton. Vervaken die onmiddellijk naar de kop gaat. Ik kan u verzekeren als je ervoor rijdt nu, die twee, Andersen en Zimmerman, en er komen er dan twee bij vanuit het peloton. Die drie per uur rapper rijden. Ja. Mm-hmm. Je denkt al dat je op blok zit, je denkt dat je niet rapper meer kan, en dan komen die mannen erbij en die verplichten je om nog een beetje rapper te gaan rijden. Nog iets dieper te gaan. Doet pijn, ze. De Côte de Chérave. Kra Andersen die laat zich niet pramen, onmiddellijk weer naar de kop. Die is goed, die is echt goed vandaag. Dit spandoek zal deugd doen. Allee, Louis. Vlakbij zijn spandoek gaat hij versnellen. Kijk, die impuls, die prikkel, die adrenaline die dan toch door je lijf komt. Hier staan mijn supporters. Vervaken met de versnelling op de Côte de Chérave. Kra Andersen naar het wiel. En Battistella die het moeilijk krijgt. En hier een versnelling bij de mannen van Pogacar. Dit is toch al eens serieus doortrekken.
Pogacar die kijkt, Ulissi die er echt wel werk van maakt. Pogacar daar in vierde positie. Vervaken die Andersen en Battistella nu toch achterlaat, maar daar zijn ze al. Daar komen ze al. 6,6 kilometer van de aankomst. En Healy, die is helemaal naar voren gekomen. Die gaat mee de koers openbreken. Of gaat hij gewoon kijken? Pogacar met een kleine versnelling. Hele kleine versnelling. En Mauro Schmidt. Ja, en Matteo Sobrero, de man van Jayco Alula. Daar zit Schmidt. En Esteban Chaves. En Bardet. Vervaken. Die moeite zal hebben om de Sheraven te overleven. Al komt er hier nu ook even wat minder snelheid in het peloton. Er zijn altijd twee pionnen voor Pogacar. Ja. En ik zag drie TSM's met Bardet. Craddock, Bennett en Calmejean gelost uit het peloton. En er zijn nog een paar gelosten natuurlijk onder dit tempo van de Emiraten. Kijk, hier hebben we Peyo Bilbao. Zij lijkt toch wel verrassend, want dat is een vrij goede klimmer. Om niet te zeggen een hele goede klimmer. Louis met de tong uit de mond. En het gaat nog altijd vooruit. En hier nog veel volk samen toch. Die versnelling zag er zeer indrukwekkend uit, maar van Ulissi. Maar zoveel schade richt ze ook niet aan. Nee, want anders was Vervaken al ingelopen. Fraile wordt ook bij de gelosten gemeld. Omar Fraile. Healy, de boel nog altijd onder controle. Healy die een kilometer of zes geleden helemaal achteraan zat. En als een schim door dat peloton rijdt en dan uiteindelijk vooraan belandt. Higuita. Sergio Higuita met Aliotti voor zich. Gaat ook niet lukken vandaag. Nee. Moet er nu alleen naartoe. Balmer ook, de Zwitser. Alexandre. Benoot waarvoor komt. Ja, hij is boven, Louis Vervaken. Maar hij weet ze natuurlijk heel dichtbij. Wie niet waagt, blijft macht. Dat staat vast. Hermans. 12 seconden. Hermans. Die daar opdraait als derde. Achteraan een beetje wringen, schouder tegen schouder. Maar allemaal goed door de bocht. Nog 5 kilometer. We gaan dus naar de voet van de muur van Hooi. Vervaken die zich relanceert. Die dat eigenlijk wel uitstekend doet. Ja, we moeten toch proberen een klein beetje recupereren in die afdaling. Kra Andersen die daar nog even bij Hermans probeert te blijven. Toch nog... Je helemaal uitwringen om die ploeg nog te helpen. Fenomenaal is dat. Nog 3 kilometer werken voor de mannen van Pogacar. En dan moet het hij zelf doen. Ik ben benieuwd, José. Ik ook. Heb je er een apart gevoel bij misschien? Ja, daarnet op de Sheraven dacht ik even van... Misschien is hij niet super... Maar dat kan een vertekend beeld zijn, want hij had een heel klein versnellingje opgelegd. Kwestie van die benen nog wat zuurstof te geven, denk ik. Maar ja, goed. Het is wel Tadej Pogacar, hè. Bah, nu komt er een rotstuk, hè. Ik bedoel, rechts de bocht omdraait, er begint het al wat berg op te lopen. En dan nog eens rechts. En dan begint het helemaal. Hier wordt Hermans gebracht. Door Søren Kra Andersen. Ja, het is echt... prijs van de strijdlust. Wat een beest. Ja. Wat een transfer. Hè? Nog eens recht op die pedalen. En nu moet je het zelf gaan uitzoeken. Dit was de laatste snok. De allerlaatste.
Aanmoedigingen. Ten top. Links opdraaien. Nog even hier, dat vals plat. En dan rechts aan de voet van de muur van Hoeikomen. De scherprechter in de Waalse pijl. En eigenlijk begint hij daar al. Hè. Hier wordt tempo gemaakt. Ja. Serieus tempo. Ja. Pogacar in ideale positie. Ja, zit daar nu als derde. Ja. Van Wilder, nog altijd goed. Ja. Daarachter. Ciccone ook. Schelmoze. Benoot. Hirschi nu op rechts. Benoot in het wiel. Lutsenko komt daar. Mm-hmm. Clark die Woods piloteert. En ook Mas. Oeh, Benoot die daar een kwak krijgt van Lutsenko. Mollema voor Schelmoze. Rechts. Ciccone, ze zitten daar met z'n drieën. De trek Segafredo's. Hirschi weg. Sneuvelen op het veld van Eris, wat Louis Vervaken gaat doen. Opletten dat je dan niet midden in dat peloton doorzakt. Ze zijn daar met Woods. Netjes op tijd naar de kant. En we gaan eraan beginnen. Ze zijn afgezet. Woods is afgezet. En dan de jarige Sheffield op kop van het peloton. En Mohoric. Sheffield. Zit daar ook nog vooraan. Met Woods. Pogacar. Nu wel goed. Ciccone die doorschuift. Ciccone. En wie is de man? Is dat Lastra? Van Cofidis. Dacht van wel. Hermans nog altijd goed ook. Of Guillaume Martin. Guillaume Martin, denk ik. Is Martin, ja. Dan gaat hij aanvallen. Met nee, Guillaume van onder? Dat is Lastra. Ah, versnelling nu hier. Nee, Martin. Guillaume Martin, inderdaad. Guillaume Martin, 100% gelijk. Woods. En nu Bardet gaat aanvallen. Bardet met de vroege aanval. Hij zit vast. Hij kon er niet door. Hij zag een gaatje dat er niet was, omdat Woods ook naar rechts ging. Hij lanceerde zich wel. Hè. Pidcock zit daar op deze rij rechts nu in één keer. Pidcock goed. En Landa. Pidcock goed. Chavez. Ja, Chavez. We zitten er allemaal. En hij moet nog versnellen. En wanneer gaan ze versnellen? Hier zit Van Wilder en Hermans. Woods die de debatten leidt. Pogacar die daar alles nog altijd controleert. Maar Woods die een goede indruk maakt. En Bardet dat ook doet. Dan daarachter Ciccone. Ciccone en Landa. Nog altijd geen versnelling. Niemand durft. Niemand durft aangaan. Benoot die nu binnen doorgaat. Opletten. Opletten voor de versnelling. Maar van wie? Wie kan er nog? Kan Bardet nog. Bardet zoekt zijn weg. Bardet gaat versnellen van op de kop. Pogacar die moet reageren. Actie en reactie. Bardet met de versnelling. En dan Woods die komt. Landa die meegaat. Pogacar die meeschuift. Ciccone daarachter. Hij zet hem neer. Ja, hij zet zich neer. Pogacar zet zich neer. Woods moet daar rond. Maar Pogacar... Oh, hij zet zich neer om te schakelen, José. Hij zet zich neer om te schakelen. Hij heeft geschakeld en gaat nu versnellen. Hij gaat ze nu allemaal uit het wiel knallen. Pogacar met zijn versnelling op weg naar de zege in de Waalse pijl. Zo lijkt het wel. Maar er is nog altijd reactie daarachter. Al wordt er ook al achterom gekeken. Pogacar die de concurrentie hier weer helemaal fileert. Staat daar 100 meter? Daar staat 100 meter. Met een fileermesje heeft hij iedereen gewoon kapot gesneden. Hij gaat ook de Waalse pijl winnen. Amstel, Waalse pijl en daarvoor al Ronde van Vlaanderen. Tadej Pogacar wanneer vakmanschap overgaat in meesterschap. Schelmoze is tweede en Landa is derde, denk ik. Hij zet zich neer. Om te schakelen. Om te schakelen. Man. We hebben weer naar een kunststukje zitten kijken. Van een hele ploeg trouwens. Ja, echt waar. Van een hele ploeg. Tadej Pogacar, er staat geen maat op. Geen maat. Hij is diep geweest, hè? Maar ja, iedereen moet diep gaan op de muur van Hoei. Het gaat hier niet anders. Nog een vinkje. Erbij. Nog iets van de checklist. Want hij stond hier nog niet op, de erelijst. Maar nu wel. Vorig jaar 12. Wat een coureur. Je mag hem alles vragen. Zelfs om een balletje in de lucht te houden. Hij houdt er drie in de lucht op hetzelfde moment.
Hey, wat moet het fijn werken zijn voor deze man? Goh. Ja, alles onder controle. Is er blij mee, ze? Ik bedoel, dit was geen solo, hè? Nee. Dit was echt de stress, de nervositeit van die laatste, om niet ingesloten te zitten en om uiteindelijk dan toch te gaan. Hier Bardet. Woods die denkt van Pogacar, die kan niet meer, ik moet daar rond. Maar hij is gaan schakelen. Hij is gaan schakelen naar een kleinere versnelling en dan gaat hij plots heel veel omwentelingen maken. En daar komen die anderen niet meer aan. Direct twee fietslengtes, dan een derde fietslengte. Je ziet de man op rechts, Kiel Mozer, die eigenlijk nog langskomt en dan Landa. Die Ciccone daar voorbij vliegt, de kopman van zijn eigen ploeg. Landa die reageert, Woods die een fietsje moet laten. Maar Pogacar is hier al zegenzeker. Een goede Skelmozen, hè. Vorig jaar 18e, nu 2e. Qua progressie kan dat tellen. Kijk, daar komt hij buitenom. Die denkt, ik kom hier ooit terug om te winnen. En tweede worden achter Pogacar is een zegen waard binnen zo'n ploeg. Ja. Ook al wordt ze niet zo genoteerd, ik weet het. En het is ook een boutade en het is kort door de bocht en het is te relativerend. Maar ja, wat moet je doen op de duur? Heel blij zijn met die mooie tweede plaats. En er uiteraard uit geleefd hebben, want als je ziet van waar hij nog komt, zeg ik niet dat hij Pogacar ging verslaan, dat helemaal niet. Maar dan ging hem met meer gemak en benoot nog wel mee op de foto. Ik weet alleen niet goed waar dat juist is. Geen uitslag voorlopig. Gaan we straks wel te zien krijgen, hè? Luchtbeelden van hoei. En hier komt die uitslag, de top 10, provisoir. Jensen, dat klopt dus niet, hè? En Skelmose, ja, tuurlijk, ja, maar het is anders, ja. Skelmose, Pogacar, Landa op 3, Woods op 4, Ciccone op 5, Laffey. Dat was die tweede koffiedisman die nog rond Martijn kwam. Benoot op 7, ook progressie, van 11 naar 7. Van Gils weer in de top 10. Ja. En dan Bardet en Barguil. Bedankt om deze Sporza video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.